Mijn naam is Jos Knoef. We melken hier samen met mijn vrouw een 130 meldtoeien. Daarnaast hebben we 220 stuks jongvee, waarvan ook een aantal stiertjes die we aanhouden. Het rollend jaargemiddelde ligt net boven de 11.000 liter melk. De productie van de gemiddelde aanwezige koeien is 33.000 liter. En de productie van de afgevoerde dieren is de afgelopen jaar 55.000 liter. De fokkerij is wel een heel belangrijk onderdeel. Het is ook het mooiste onderdeel om over te praten, want het is je hobby en je passie. Maar fokkerij, ja, dat wordt toch door heel veel mensen wel onderschat. Die zeggen, nou, het management maakt alles goed en voor de rest maakt het niet uit. Nee, ik denk dat er wel degelijk verschil zit welke stier je gebruikt en hoe je de stier gebruikt. Ik wel dat er stieren zijn die procentueel veel 100 tonnen hebben en ook stieren die nauwelijks een 100 tonnen leveren. Dus wat dat betreft heeft fokkerij toch een grote invloed. Eigenlijk is mijn doel voor de toekomst een goede fokker die maar één keer in de twee jaar hoeft te kalven. Dat zou voor mij ideaal zijn en die je dan toch nog droog zet met 35 liter melk. En ik vind tussenkalftijd heel belangrijk, maar het is heel afhankelijk van de koe wat je hebt, de persistentie wat in de koe zit. Als je het fokt op productie en persistentie, ja, dan krijg je vanzelf wel een koeien die het persistent, of ja, die het niet zo vaak droog hoeven. Als je dieren hebt die betrouwbaar zijn, dan weet je al beter wat ze doen en je kunt ook gerichtere combinaties maken. Een heel belangrijk aspect is ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid die je als sector hebt, dat de dieren langer meegaan. Daar zijn we met z'n allen bij gebaat. En je bent als individuele boer bij gebaat dat de koeien langer meegaan. Dat is financieel natuurlijk interessant. Maar het is ook een positief imago geeft het voor de sector. En ja, daar zijn we met z'n allen toch verantwoordelijk voor.